Deze chaconne is origineel geschreven voor clavecimbal solo, maar ik vertaalde het naar een setting voor barokorkest en orgelsolo. En dat is precies wat we doen met Hildebrand Consort. We creëren een nieuw repertoire voor het publiek en voor de muzikanten. En voor het publiek werkt dat heel verfrissend. En voor de muzikanten, ja, die spelen muziek die ze nergens anders spelen. En dat motiveert hen enorm om telkens het beste in zichzelf naar boven te halen. In The Spirit of Handel creëren we 3 nieuwe orgelconcerti en 2 nieuwe orkestsuites van de grootmeester. Simultaan loopt er ook nog een andere productie, The Art of Transcription, volledig gewijd aan de figuur van Johann Sebastian Bach. Daarin brengen we enerzijds preludes en fugas met het barokorkest en anderzijds 2 suites voor orgelsolo en orkest. De naam Hildebrand verwijst naar Zacharias Hildebrand en dat is de orgelbouwer die zich op de aanbevelingen van Johann Sebastian Bach baseerde om het tot op vandaag bekende Hildebrandorgel te bouwen in de kerk van Naumburg. Het is dus ook duidelijk dat het musiceren met een groot orgel en een historisch orgel stevast behoort tot de uitgangspunten en de expertise van Hildebrand Consort. We spreken met ons concept van transcripties, groot orgel en barokorkest een heel breed publiek aan, van liefhebbers van oude muziek over orgelfanaten tot kleinkunstliefhebbers. We zijn dan ook niet verlegen om eens een zijstapje te maken, waarvan onze samenwerking met de Nieuwe Snaar in 2014 getuigt. We brachten samen met hen enkele barokke versies van hun liedjes. Dat maakt dat wij concerteerden voor een publiek gaande van 50.000 tot 15.000 man.